Stefan Wessels, wat een krankzinnige wedstrijd was dit. Ja, het was een mooi einde. Alleen jammer dat we verliezen. Onnodig verlies, denk ik dan. Want als je Brandon Curry gaat voor de score, maar hij had natuurlijk ook balbezit kunnen houden. Dan speel je de tijd misschien uit en dan win je die wedstrijd met 1 punt verschil. Ja, maar weet je, zijn dingen achteraf. We hadden gewoon een goede stop gemaakt en hij had een helemaal vrije lay-up. Dus ging daar gewoon voor. Zijn we schieten nog een wonderballetje erin, waardoor het nog een keer verlengen wordt. Maar dat is allemaal achteraf. Ja, is het dan gewoon pech? Nee, zeker niet. Want we hadden hem gewoon moeten winnen eigenlijk. En we hadden hem ook gewoon kunnen winnen. We maken op het laatst gewoon te veel fouten in de aanval en in de verdediging. Gewoon laten we gewoon steekjes vallen. Waardoor we hun iedere keer weer een kans geven om in de wedstrijd te blijven. Ja, balbezit. Ja, balbezit. Maar ook als zij de bal hadden, gewoon dat we net de rotaties niet goed maakten. Open schoten weggaven. Ja, die maakten ze genadeloos af. Het is wel een pijnlijk, hè? Ja, zeker weten. Ja. Het was natuurlijk belangrijk om hier te winnen. Maar ik bedoel, ook met dit verlies is het nog niet voorbij, toch? Nee, absoluut niet. Maar goed, wat je zegt, we wisten hoe belangrijk deze wedstrijd was om te winnen. We willen gewoon onze thuiswedstrijden blijven winnen en dat hebben we niet gedaan vandaag.